is written by the prophet Isaiah. Zo sprak de Heer: Komt naar het water allen die dorst lijden. Ook gij die geen geld hebt, kom toch. Kom kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Kom kopen, wijn en melk. Wat geeft u uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft u uw arbeid voor iets dat u niet voelt? Luister naar mij. Dan eet gij wat goed is. Dan verzadigt gij u aan de heerlijke spijs. Neigt uw oor en kom naar mij. En luister ik zo'n leven. Een eeuwig verbond zal ik met u sluiten. Een blijk van mijn blijvende trouw. Aan David gezongen. Woord van de Heer. Dit is de tweede lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood,
Zegen vieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zal zijn, en geen macht in de hoogte of in de diepte, nog in enig wezen van het heelal, ons zal scheiden van de liefde Gods, die is in Christus, Jezus, onze Heer. Woord van de Heer.
De Heer zij met u. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam. Het is al laat op de dag, stuur het volk toch weg, dan kunnen ze in de dorpen eten kopen. Het is niet nodig dat ze weggaan, zei Jezus hun. Geef gij hen maar te eten. Doch zij antwoordde: we hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus zei: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. En de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Het is maar zelden dat Jezus tegen de mensen zegt: ga maar lekker zitten. Dat zegt hij nooit. Hij zegt altijd: ga naar mijn broeders. Of hij zegt: sta op, neem je bed op en wandel. Of verkondig aan alle volken wat ik u geleerd heb. Of wat zoekt gij de levende bij de doden? Voortdurend stuurt hij mensen op pad en op weg. Dit is de uitzondering. En als hij dan zegt dat ze moeten gaan zitten, is het ook nog eens een keer in groen gras. Hij zei dat het volk moest gaan zitten op het gras. Nou, iemand die een beetje bijbelvast is en die hoort dan in het duivel heen klinken Psalm 23. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij door groene velden. Daar is het goed rusten. Hij richt voor mij een tafel. En de Heer zelf bedient. Dus je kunt zeggen dat als Matteüs dat met deze woorden opschrijft wat er gebeurd is: ga maar zitten, er is gras, Jezus geeft je te eten. In bijbelvaste oren is dat duidelijk: het is God zelf die ons voedt en te eten geeft. Matteüs gebruikt ook allemaal getallen. 5 broden. Nou, iemand die bijbelvast is, denkt dan meteen aan de 5 boeken van Mozes, de richtlijnen van God. De kerkvaders zeggen dan: en 2 vissen, dat betekent Oude en Nieuwe Testament. En de 12 korven die over zijn, ja, dat is natuurlijk ook weer een getal van de volheid. Die we tegenkomen ook in het boek van de Openbaring met de 12 stammen van Israël, de 12 poorten van Jeruzalem enzovoort. Als je dit verhaal vertelt aan kinderen op de basisschool, dan mag je dat gerust vertellen als een Jezus als tovenaar, Jezus die iets magisch doet. Dat is helemaal niet erg. Jezus doet ook wonderlijke dingen.
En als je het goed verhaal goed vertelt, vergeten ze het hun leven lang niet. Maar als je dit evangelie leest met kinderen van de vormschoolklas of in de middelbare school, dan wordt het accent al gauw gelegd op solidariteit. Geef gij hun maar te eten. Nou, ieder brengt mee wat hij heeft en dan is het genoeg. En ook op de groene blaadjes staat die uitleg die een beetje horizontaal is. Zo van, als wij allemaal samen ons best doen, dan zal het allemaal wel lukken. En ook, je moet nederig genoeg zijn om hulp te aanvaarden. Dat is wat het groene blaadje zegt. Maar ik vind dat nog steeds iets, ja, dat is iets voor adolescenten, voor mensen rond de 16 jaar, voor wie de wereld open ligt en die daar iets beters van willen maken dan wij ervan gemaakt hebben. En ook dat is een laag van betekenis. Maar als mensen geen 7 jaar zijn of 15 jaar, maar 30 of ouder, dan praat ik liever over wat anders. Dan de persoon van Jezus, wat die kan betekenen. Dan gaat het over een stabiele relatie met de Heer. Jezus die een compañero wordt, iemand die zijn brood met jou deelt. Compañón. Compañón. Het brood. Jezus die brood deelt met ons. Het is ook heel veel betekenend dat Jezus niet zegt, deel het brood maar uit aan de mensen, maar hij zegt, breng het hier. En daarna zegent hij het brood, breekt hij het en hij geeft het aan zijn leerlingen. Het moet wel weer eerst eventjes langs Jezus. Er was een begeleider van de priesterstudenten, in de opleiding waar ik was, en die zei altijd tot vervelens toe, geef het maar aan Jezus. En wij daar als priesterstudenten maakten daar ook altijd grapjes over. Als er een probleem was, geef het maar aan Jezus. Als iemand het had laten vallen, geef het maar aan Jezus. Als iemand blij was, geef het maar aan Jezus. En wij deden daar heel oneerbiedig over. Maar nu, zo'n 40 jaar later, weet ik dat die man wel gelijk had. Als je de dingen, om het anders te zeggen, hetzelfde met andere woorden, als je jouw leven gaat bezien in zijn licht, en dat bedoelde hij natuurlijk, als je een probleem hebt, leg het aan de Heer voor in gebed. Heb je een grote meevaller, leg het aan de Heer voor. Weet je niet meer hoe het verder moet, leg het aan de Heer voor. Die maakt er dan wel wat van. Dan ben je niet meer alleen met je probleem of met je vreugde, maar dan kom je tot een volwassen geloof. Niet meer het geloof van de 7-jarige die een tovertruc ziet, en niet het geloof van de 15-jarige die iemand ziet die solidariteit breekt, maar een volwassen geloof waarin de Heer ons laat komen. Hij zegt, kom maar even zitten. Ik ben er. Voor jou. Diezelfde begeleider van de priesterstudenten, die heb ik ook het volgende horen vertellen, en daar ga ik mee afsluiten. Je weet dat dit een voorafbeelding is van de Eucharistie. Er waren wel 12 korven met brood over. En wat moet je daar dan mee, met die 12 manden met brood, die aan afloop van zo'n maaltijd, die de Eucharistie is, wat moet je daar dan mee? Wel, daar hebben de kerkvaders ook al over nagedacht. En die zeiden het volgende. Die 12 manden met brood, achter iedere mand staat een apostel. En daar eten wij nog steeds van.
Laten we dan nu samen ons geloof beleiden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Laten we met vertrouwen onze gebeden voorleggen aan God, de Gever van alle goeds. Laat ons bidden. Heer, wij danken u voor uw overvloedige liefde die ons het voedsel geeft van uw woord en aan de aarde genoeg voedsel om alle mensen te voeden. Maak ons menslievend, zoals Gij, opdat wij dit voedsel delen en niemand op aarde nog honger moet lijden. Laat ons bidden. Wij bidden u, Heer, voor ons. Heer, Gij zijt in ons midden door de geest van uw Zoon. Geef aan uw kerk uw geest van eensgezindheid, opdat wij de onderlinge vrede bewaren en getuigend zijn van uw vergeving en verzoening, overal waar conflicten en oorlog heersen. Wij bidden u, Heer. Laat ons bidden. Wij bidden u, Heer, voor ons. Heer, wij bidden u voor de redding van de wereld, voor alle slachtoffers van onrecht, oorlog en geweld in Syrië, Jemen en zoveel andere landen. Heer, laat ons bidden. Wij bidden u voor ons. Heer, wij bidden u voor al wie ziek is, voor wie honger lijdt, voor wie op de vlucht is of in de gevangenis, voor wie alleen is met zijn leed en voor al wie om ons gebed gevraagd heeft. Laat ons bidden, en wij bidden u, Heer, voor ons. Heer, we bidden u in deze tijden van corona ook voor mensen die ernstig ziek zijn, voor degenen die familie of vrienden moesten begraven. En we vragen u voor degenen die leiding geven aan onze stad, de provincie en het land, dat zij wijze beslissingen nemen. En wij vragen u ook dat u onze ogen blijft openen voor het goede dat u voor ons bereid hebt. Door Christus onze Heer. Amen. Thank you.
Bid dan, broeders en zussen, dat ons offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard wat wij u geven, al is het onvolkomen. Maak onze offeranden tot teken van uw overvloed. Tot brood dat uit de hemel daalt en voedsel is voor eeuwig leven door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. We danken uw barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en onze broeder. Armen en zieken, zondaars en die uitgestoten waren, heeft Hij van harte lief gehad. Deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat gij begaan zijt met uw mensen en vriendelijk zorg voor hen draagt zoals een vader doet voor zijn kinderen. Daarom loven en prijzen u de hemel en de aarde en met de kerk van alle tijden prijzen wij u en zeggen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoog, gezegend hij die komt in de naam des Heer, Hosanna in den hoog. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons, wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Jezus voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom, Heer, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. Op de avond voor zijn lijden nam Jezus onder de maaltijd brood, sprak tot uw dankgebed, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij weder zijt, dat gij verrezen zijt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en we verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken daarin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekende mensen de weg naar uw Vader open en begaanbaar zou zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus wonen in ons en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met paus Franciscus en bisschop Johan. Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept en van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm uw Vader over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd
En over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend, breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, dat wij overvloedig mogen leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, de heilige Martha, de heilige Paulus en alle anderen die u genegen zijn en dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. En bidden wij dan tot God onze Vader met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en veilig van alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus, ik heb aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, maar vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Er waren 12 korven met brood over. Daar eten wij nog steeds van. Zalig zij die uitgenodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. En spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus. Als u gaat staan, wens u de communie ontvangen, blijft u zitten, dan sla ik u aanstonds over.
Laten wij onze gebeden besluiten. Heer onze God, met open handen zijn wij hier gekomen en u hebt ons verzadigd met brood uit de hemel. Leer ons met anderen te delen van wat wij in overvloed hebben ontvangen door Christus onze Heer. Amen. Er zijn zo meteen nog twee muziekstukken. Eerst na de zegen van Bach, Jesu bleibet meine Freude, en daarna nog een feestelijke Händel uit een orgelconcert. Dus nog twee stukken muziek. Op 15 augustus is het altijd heel druk in deze kerk en er mogen er maar 100 in. En ik heb zojuist gehoord dat we al aan de 100 zijn. Dus voor een gewone zondag kunt u komen zonder in te tekenen, maar voor de 15 augustus zou u al hebben moeten intekenen. We zijn al aan de 100. Bidden wij om Gods zegen. De Heer zal bij u zijn. Zegenen en behoeden u de goede en liefhebbende God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. We kunnen heen gaan in vrede. Amen.